Het is een bijzonder schip omdat het sowieso een heel oud schip is. Het is 125 jaar oud geworden. Maar bovenal het levensverhaal van het schip. Ik zeg wel, een schip is eigenlijk een stuk oud ijzer, als je het grof beschouwt. Maar dat cultuurhistorische verhaal wat eraan vasthangt, dat is gewoon heel bijzonder. Het levensverhaal van het oudste schip van Langedijk is goed gedocumenteerd. In 1893 werd het gebouwd voor het vervoer van groenten van Langedijk naar Alkmaar. Maar ze speelde ook een rol in de ontwikkelingen rond de Zuiderzee. Het heeft meegewerkt aan de aanleg van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en de Randmeren. Uiteindelijk is het hier in 1999 teruggekomen. De naam van het schip zorgt natuurlijk voor de nodige taalkundige reacties. Overal waar wij varen hoor je op de kanten mensen tegen elkaar. Oh, het kofschip, zie je dat? Daar heb je nou een kofschip. En het leuke is in dit geval, het is een Langedijker kofschalk. Als scheepsbouwer vind ik het een hele mooie fase in de scheepsbouw. Van houten scheepsbouwer, scheepstimmerman, naar stalen scheepsbouwer. Ja, en dan in samenhang met het Oosterdel wat we hier hebben. Een molen, een sluis, een broekenveiling en met een museumhelling. Het is gewoon een uniek, compleet plaatje. Zaterdag viert het schip haar feestje. Dat is inmiddels spontaan uitgegroeid tot het Kofschipfestival. Ook met kunst en demonstraties. Een festival voor een schip. Het is eigenlijk een verjaardagsfeestje.